De 18 tot en met 40, die gebruiken we heel veel om 's avonds te praten met mensen. Je kan dan ook op AM/FM. AM, dat is een rustiger kanaal, dus dat wil zeggen, heb je ook niet zoveel storingen en geruis. Ten FM, daar heb je al wat meer geruis tussen. Danny spendeert 's avonds 3 tot 4 uur aan zijn CB. Hij praat met een tiental vrienden in de Kempen en Antwerpen. Voor hem geen Facebook of Twitter. CB'en is iets van vader op zoon en hij zou het niet kunnen missen. Ik vind het heel fijn om 's avonds met de mensen te babbelen. Ook, ja, het is nog altijd uit de oude tijd. En toch voor het gezelligheid, zo met de mensen onderheen. Met Skype, je kunt ook babbelen, maar je babbelt tegen een persoon. En hier kunnen met 10, 15, 20 mensen door elkaar babbelen. Locatie Herentals, dag Camille, goedemiddag, met de poedel. Basis of mobiel momenteel? Ik ben momenteel mobiel. Elke vrijdag en zaterdag doet Danny ook mee met de vossenjacht in Lier en Herentals. En ook in Duitsland en Nederland is hij een fervent vossenjager. Bij vossenjagen verstopt één auto zich en een groep auto's gaat er naar op zoek, met de hulp van de CB. Je hebt een bepaalde signaal in de auto als je binnenkrijgt. En daar kan je op bepalen hoe ver de wagen verstopt staat en waar. Hoe dichter als je komt, hoe hoger het getal oploopt. Heb je 80 op je meter staan, 800 zeggen wij altijd, omdat het achter de komma, dan sta je auto tegen auto en dan heb je hem gevonden. Danny zal in de toekomst een CB-toestel moeten kopen en onderhouden in Nederland. Daar worden de CB's wel nog veel gebruikt.